Goedemiddag! Ja, weet je het zeker? Ja, ja, ik weet het heel zeker. Nou, we zijn iets later. We zijn iets later, maar... We hebben geen wiebelbeeld meer als het goed is. Nee! We hebben een nieuw systeem. Met een laptop en met een mooie camera. Maar het moest even geïnstalleerd worden. Dat was bij paniek in de tent. Want gisteren deed hij het wel, tijdens de test en net niet. Dus daarom zijn we een beetje laat. Maar we zijn er. Gaat het goed allemaal nog, Loek? Ik denk het wel. Ja? Ja. Nou, we gaan meteen even laten zien wat we gaan maken vandaag. Dus moet je even. Die komt op. Ja. Nee, focus. Ja. Oh, wacht. Nee, wacht even. Er zit iets in beeld wat ik niet in beeld wil. Wat zit er in beeld aan? Het duurt echt hoor. Kijk. Nee. Ja. Oké. We gaan het laten zien. Want we hebben vandaag een moederdagthema. En heeft ze deze twee prachtige taarten gemaakt. Wauw. Een rozettaart en een buttercreamijzing taart. Mooie roosjes. Allemaal mooie strooiseltjes erbij. Gaan we doen gewoon. Dus die ga je vandaag maken? Ja, gaan we doen. Nou, top. Ik heb al één taart in de koelkast staan, die heb ik al afgesmeerd. Maar ik ga laten zien hoe je direct een taart gewoon mooi strak kan afsmeren. Ja. En de boterham heb ik ook al gemaakt. Dan hoef ik niet meer uit te leggen hoe we dat moeten maken. Nee, dat kunnen we wel, hè? Ik heb gedaan, inmiddels niet iedereen dat wel kunnen. En anders volg gewoon de aanwijzing op de verpakking. Spreekt voor zich. Nou, je hebt natuurlijk voor zo'n recettentaart heb je wel heel veel boterham nodig, hè? Als ik ga staan, zie je het dan ook nog? Normaal ging je met de camera mee omhoog. Ja, nee, niet. Maar ik, niet. Okay. Ik ben nu camerawerk aan het doen, hè? Zo, maar je moet niet te veel gaan staan. Oh, dat is even wennen, want ik ben natuurlijk erg van de handen weg. Hi, Jolanda. Welkom. En Darcia is ook weer ingetuned. Nou, helemaal goed. Nou, kijk. Ik heb hier 3. Dat zie je nog niet. Ja. 3 kleuren boterclan. Dan dezelfde kleur gebruikt? En dan steeds een beetje meer? Ja, of, ik heb deze gebruikt van Wilton. Ja. Okay. En dan steeds een beetje meer. Dat is het eigenlijk. Oké. Nee, voor moederdag vind ik het moet gewoon roze. Dan kan je ook je eigen kleuren verzinnen. Ja. Never mind. Nou, waarom we gaan beginnen? Ja, ik heb nu die taarten, dat heb ik ook al 10 keer gedaan. Hoe je het door moet snijden en hoe je dat moet vullen en zo. Ja. Ik heb een laagje botercreme, een laagje jam, een laagje botercreme. En ik heb de botercreme. Ik ga het pakken. Dus ik heb al 4 lagen. Ja. Ik heb de botercreme gemaakt met... witte chocolade. Witte chocolade smaakpasta. Ja. Nee. Echt. Super lekker. Dus dat zit er doorheen. Nou, wat ik ga doen is dat ik... Is het dan leuk om dan nu van donker naar licht? Andersom? Van licht naar donker. Van licht. Ja, dat heb je nu toch? Van licht naar donker? Oh ja, ja. Kijk je van boven naar beneden. Hoe kijk je? That's the question. Wat wil je, Anouk, vertellen? Nou, ik wil hem andersom. Vice versa. Dus je wilt donker boven? Ja. Oké. Wat? Dat? Nou, we gaan redden met de crème. Anders doen we gewoon een half taartje voor ons spuiten. Mag dat niet uit. Maar goed. Wat ik altijd doe, dat is dat ik eerst zeg maar een soort van crumblecoat ga aanleggen om die taart heen. Dus dan smeer ik hem eerst 1 keer af. Strak. Ja. Gaat hij in de koelkast een half uurtje. Dan wordt de botercrème weer, ja, het stijft weer op. En daarna haal ik hem eruit en dan smeer ik hem nog een keertje af. Maar dan krijg je dus al die krummeltjes die hier dus hangen, krijg je dan niet meer door je botercreme. Dus daar gaan we mee beginnen. Maar ik ga wel staan hoor, dus ik weet niet of je me nu nog ziet. Nou, wat je nou van moet doen is iets harder praten. Oh, wat ik harder krijg praten? Krijg ik reacties. Oh, oké. Hey, maar. Sharon Pye kijkt ook. Hi Sharon. Ah ja, die was, die had wat. Die was gevallen volgens mij. Ik hoop dat het beter met haar gaat. Nou, beterschap Sharon. Ja. Welke maat cakeblik heb je gebruikt? Dit is 20 centimeter. 20 centimeter. 20 centimeter, ja. Dus voor Sweta, 20 centimeter.
Dus je smeert hem af met de lichtste? Ja, nou ja, dat kan ook met donkere, maar ik heb toevallig heel veel lichte botercreme. Dus ja, ik heb veel licht. Dus je kan ook gewoon met witte botercreme, want daarna komt er nog een keer een laag overheen. En wat je dan doet, wat altijd wel handig is van zo'n crumblecoat, je hebt natuurlijk nu, als je ziet, heb ik hier een beetje een deuk, hè, erin. Ik ga inzoomen. Ga je inzoomen? Ik zie je hier, het is niet helemaal mooi gelijk. Nee. Nou, het is net een soort soepedoren. Je smeert het gewoon helemaal dicht. Nou, misschien. Oh, oh jee. Oh jee. Nou, dat heb ik niet bij. Dus dan is het in één keer strak. Dan is het gewoon strak. Dus je smeert gewoon een heleboel crème in die gleuven en in de kieren. En dan trek je hem daarna in één keer strak en dan is hij gewoon mooi recht. En wat ik altijd prettig vind om te gebruiken, dat is zo'n palet met een hoek. Want als je nou... Ja, ja, dan even zo schijn. Ja, alle kanten. Alle kanten. Want als je dus een rechte gebruikt, dan zit je heel snel met je handen vat in je botercreme. En als zo'n hoek, dan ben je altijd een stukje, kijk, zie je, ben je een stukje van je paard weg. Ik vind dat zelf wel fijn. Nee, dat is ieder voor zich, hè. Zweten vraagt ook nog of je de biscuits door midden hebt gezaagd. Je hebt er twee, denk ik, hè? Ik heb er twee. Ja, ik heb er twee gebakken. Het is een double barrel. Die heb je met een taartzaag door de midden gezaagd. Ja. En je kan natuurlijk, je kan hem nog hoger maken, hè? Want deze is natuurlijk hoger, dus ik moet een extra laagje bovenop. Je kan het zo gek niet verzinnen. Ja, mijn biscuit was op in de vriezer, dus ik had niet meer biscuit mee doen. Ja, dat is wel best hoog. Ja, die wel toch. Gewoon iets kleinere rosetjes dan. Toch? Ja, kan ook. Oké. Nou. Bovenkantje. Kijk, en dit hoeft niet zo dik. Je mag dus nu door die eerste laag mag je taarten nog gewoon doorheen zien. Het gaat erom dat je hem nu gewoon mooi geleveld hebt, dus dat hij nu gewoon mooi recht is. Mm-hmm. En dat de kruimels die dus loskomen van die cake, die dus gevangen zitten, zeg maar, in dit laagje. Dus als hier krummeltjes doorheen zitten, is dat no problemo. Direct gaat er nog een laag overheen. En dan is dit natuurlijk opgeschreven in de koelkast, dus dan kan het ook niet meer loslaten. En dan heb je dus gewoon een mooie, gladde, afgesmeerde taart. Ja. Het beeld hapert. Het beeld hapert. Ik dacht, nou, we hebben nou knijt een goed beeld. Echt geluid. Hapert die? Hapert die. Dat is niet afspraak. Zo. Dan moet ik zo wel even door richting de koelkast, want dan staat mijn andere taart. Mm-hmm. Dat kan. Ja. Dat kan. Deze moet in de koelkast staan. Deze moet in de koelkast staan. Ja. Oh, gelukkig, Susanne. Susanne zegt hier prima beeld. Oh. Ik denk, ik hoop dat het ook ligt als je mobiel kijkt, hoe het beeld dan anders is. Of Susanne, kijk je mobiel of kijk je desktop? Op de iPad. Ik ben heel benieuwd. Maar ik hoor al wel dat we volgende keer een microfoon erbij doen. Of zo'n dingetje hier ook. Zet me handig. Dat staat wel weer heel erg, ja. Alsof het niet doorstaat. Ja. De leukste okay. Taartenbeurs. Hey. Hey. Leuk. Ik ga even... Ja, dat is goed. Daar ga ik weer even inzoomen op wat ze gaat maken. Dus we gaan en deze mooie rosettentaart maken. En deze double barrel botercremetaart met mousselijnenroosjes. Wel een makkelijke taart, want ja, het is de bedoeling dat de kindjes het alleen doen, of misschien met oma, of misschien met papa. Met hulp van papa. En ja, dan meestal met papa's gemak niet een mens. Een beetje simpel even. Nou, deze komt uit de koelkast, dus die botercreme die is nu hard, dus ik kan het nu gewoon aanraken. Ja. En zoals je ziet zitten er wel gewoon wat krummeltjes in, maar die zitten dus nu vast. Dus die komen dus nooit meer door je tweede laag crème heen. Dus die wordt mooi gekleurd, dus die wordt mooi glad.
Nou, gaat hier. En nog een laagje overheen. En dan wel dekkend. En dan wel dekkend. Ja. Zweten gaat de rosettetaart maken in drie kleuren voor een B-Day Girl. Leuk. Doet het altijd goed. Ja. En is wel graag als even nog? Nee. Ja, dan is het duidelijk, denk ik. Een keer opnieuw inschakelen, zegt Susanne. Dat is misschien... krijg je beter beeld. Oh, van degene die kijken? Ja, degene die kijken. Ik snap het. Yes. Dus als jullie vragen hebben, stel ze gerust. Ondertussen kan ik nog wat vertellen over de aanbiedingen. We hebben nog deze week nog de aanbieding lopen. 15% korting op alle donut- en wafelartikelen en cinnabonartikelen. Super lekker. We hebben een hele gave actie met de Wilton Easy leerpan. Daar krijg je een gratis cupcake mix bij. Nou, ik zeg top. Dan kun je dus ook zo'n taart maken. Die Annemiek nu maakt. Alleen dan met cakebeslag. En dan kun je ook je cake beslag. Een leuk kleurtje geven. Allemaal laagjes. Kleuren. Allemaal verschillende laagjes kleuren. Ja. Kijk. Svette vraagt, waarom strijk je deze niet glad? Ja, dat ga ik doen. Wat is ze mee bezig? Ze is eerst helemaal aan het opsmeren en daarna gaat ze hem strak smeren. Komt goed. Of je nog eentje de vulling van de lekkere taart wil vertellen? Oh, dit is de botercrème van Funcake Botercrème Mix en daar heb ik doorheen gedaan. Die ketsen. Hou vast. Witte chocoladepasta. Heel niet scherp. Witte chocolade smaak pasta van Funcake. Ja. En je kan natuurlijk ook gewoon, ik heb nu dan chocola gedaan, maar je kan natuurlijk alle smaken gebruiken, hè, wat je lekker vindt. Ja. Of Funcake heb je ook iets van, is het 35, 40? 40 volgens mij. Sorry, volgens mij nog meer zelfs. Echt? Ja. Dat is wel heel veel. Ik dacht 45. Nou kijk, voor het afsmeren gebruik ik zo'n ding. Een side scraper. Die is van, side scraper van P&B. En die hebben ze in drie maten. Dus als je een hele hoge taart hebt, dan hebben ze ook nog deze. Ja. En die en een kleintje. Dit is een beetje voor een standaard taart, maar ik ga waarschijnlijk net niet delen. Dus ja. Ik pak de middelste maat. En wat je doet, is je smeert hem eerst gewoon, zeg maar, niet zo heel netjes af, helemaal rondom. En dan pak je die sidescraper. Die zet je in een haakse hoek, een hoek van 45 graden, zo tegen je taart dan. Zorg dat die ook plat op je boord staat. Mm-hmm. Tegen je taart dan. En dan is het handig natuurlijk als je zo'n draaiplateau hebt. Ja. Het werkt gewoon prettiger. Even kijken, hoe lang heb je de crème laten rusten dat hij mooi stijf blijft in de koelkast dan? Een half uurtje staat deze erin. Dus Erika, een half uurtje in de koelkast. En dan kan je een nieuwe laag aan toevoegen. En dan kun je dus zo gek maken als je zelf wil, hè? Ja. Ik heb het niet de beste draaipot overpakken. Ja, ik heb een beetje met een hapel te denken. Never mind. Als je beeld niet goed is, sluit even af en terug openen. En als het goed is, moet het beeld dan helemaal goed zijn. Ik hoop dat het wel eenmalig is trouwens. Ja, dat is ook niet een blijvertje. Nou, we zijn al heel blij dat het allemaal zo... Het is niet meer zo wiebelt. Nee. En sowieso scherp. We worden niet meer zeeziek. Nee. Wat voor crème is het? Het is botercrème van de botercrème mix van Funcakes. Die heeft ze dus in drie kleuren roze gemaakt. Ze is nu niet de rosettetaart aan het doen, maar deze prachtige beauty. Dat is echt heel mooi. Leuk met al die strooiseltjes ook. Hè? Ja, hè? Nou. Het voordeel van botercrème is dat je dit ook gewoon tot in den treuren kan blijven dichtsmeren en weer opnieuw
Ja. Maar op een gegeven moment moet je gewoon stoppen. Want ja, want je ziet hem er nu nog wel doorheen. Ja, dat kan. Kijk, als je dat ziet. Maar nou maakt het voor deze niet uit, want daar gaan we natuurlijk direct de Biracette op spuiten. Maar ik ga eerst die doen, want deze staat in de koelkast. Maar ik ga dus eerst die doen. Mm-hmm. Als je nog je taart er doorheen ziet, doe je hem gewoon weer in de koelkast. En dan doe je daarna weer een dun laagje eroverheen. Ja. Dus die gaat nu in de koelkast. Nou, ik ga hem gewoon een laagje omheen zetten. Kijken of hij wil. Dat laat je er gewoon niet door. Hey, en moederdag, dat zijn altijd heel veel hartjes, hè? Dus als jullie een hartje in de reactie willen achterlaten voor ons, dat vinden we leuk! Toch, Annelie? Dat vinden we heel leuk. Ja. Hou van hartjes. Hou van hartjes. Nou. Ja, en het fijne is, als je dus kindjes hebt en je denkt, nou, ik wil ook zo'n leuke taart voor moederdag, dan stuur je gewoon de link van de live video, die stuur je even naar je man. Zeg je, man, kijk eens. Zo moet het. Doe je best. Ja. Ja hoor, ze komen binnen, de hartjes. Dankjewel. We houden ook voor jullie. Nou ja, dit is dus altijd wel even een dingetje. Hier kan je mee blijven smeren. Nou, laatste keer. Dan stop ik hem. Er zit nog best wel luchtbellen in. Ja. Weet je hoe je dat wegkrijgt? Nou, dat is wel even een klusje. Maar dan doe je je botercrème in delen op je werkblad. Mm-hmm. En dan kan ik dan een beetje laten zien. En dan ga je met paletmes net zo lang door. Totdat het gewoon helemaal mooi glad is. Dat je in principe al die luchtbelletjes uitduwt. Oké. Zie je het verschil al? Ja, zeker. Dus dat is wel even een dingetje, maar dan krijg je wel heel mooi gladde crème krijg je ervan. Peddelen heet dat trouwens. Peddelen? Peddelen. Dus dan moet je even peddelen. Even peddelen. Ik heb er wat gehoord, wat geleerd. Peddelen. Oh, we krijgen een hartjes, jongen. Chantal vraagt, wat maken jullie? Nou, Chantal, ik zal het je laten zien. Deze prachtige rosettetaart en deze buttercream taart met roosjes en een mooi schulprandje. Ja, doe het ervoor op. Ja, dit vind ik ook altijd zo. Dan moet je dus van boven naar binnen. Ja, dus van de rand trek je naar binnen. En als je de andere kant op doet. Ja, dan krijg je van die overhangende lakjes. Hè. Dat ja, allemaal lang. Charming. Nee, nou, ik doe het ervoor. Voor de film. Heb je nog tips? Wat voor tips? Nou, Judy krijgt de bovenrand nooit goed gesmeerd. Nee, dat is, de bovenkant is ook een beetje lastig. Maar weet je, op zich, zelf, als hij nu helemaal kaal is, dan je ziet alles zelf. Maar als je de dektoefjes erop spuit en er zitten bloemetjes en blaadjes op, niemand let daarop hoor, echt niet. Maar wil je hem echt gewoon mega strak hebben, ja, dan is het gewoon echt een kwestie van elke keer weer overnieuw totdat je tevreden bent. Er is niet echt de tip van de week, zeg maar. Dat is gewoon doorgaan en doorgaan. Dat is het eigenlijk nog niet. Dus ik ga deze wel even afwassen, want die heb ik allemaal niet nodig. Dus ja, ik kijk het even allemaal. Dus je kan deze ook maken met de Easy Wilton Easy Leerpan. Dan heb je ook nog eens gekleurde cake van binnen. Wat hebben we nog meer? Oh ja, we hebben ook 25% korting op de Italiaanse mix voor brood. Nou, die moet je echt een keer proberen. Nee, de mix voor Italiaans brood. Ja, de Italiaanse mix voor brood. Kan ja, ook, toch? Kan ook. Maar die is echt super lekker. Ja. Daar kan je ook hele lekkere kaasstengels van maken. Ja. Ja, en dat brood met... Wat had je er allemaal in gedaan? Oh ja, olijfjes. En soms wel tomaatjes en blokjes parmezaanse kaas worden gekneed. Goddelijk. Ja, en super lekker bij de barbecue. Ja. Dus dan maak je lekker zo'n brood. Het is echt super makkelijk ook, hè? Het is echt, ja, ik wil niet zeggen appeltje eitje, het is wel even een werkje, maar het is gewoon heel makkelijk. Je moet gewoon wachten.
Ja. Gerezen is, dat, ja. Dat is wat eigenlijk wordt. Het is kneden en dan moet het rijzen. En dan moet je weer kneden en dan moet je het weer laten rijzen en dan daarna bakken. Dus het is niet moeilijk. Nee. Maar wel lekker. Het mag niet wel gebeuren. Is het hier ook zo warm? Ik vind het niet goed heet. Ja. Ik had net de airco heb ik uitgedaan. Mm-hmm. Die je bijna niet zegt. Het was hier echt gewoon vrieskist voor de collega's. Zijn niks gewend. Zijn niks gewend natuurlijk. Oké, okay, nou. Cremetje erin. Even die kant op. Kun je die rosetten ook met Enchanted Cream maken? Ja, zeker. Zeker. En ik ga het nog een keer zeggen. Maak die Enchanted Cream met slagroom. Geen melk, geen water. Slagroom. Alleen maar slagroom. Oh, dat is echt. Dat is echt zo lekker. Ja, ik kan niet uitleggen, maar het is gewoon ja, lekker. Ja, en ook als ik ooit nog stevig echt denk van nou, ik moet stevige slagroom hebben, doe ik gewoon een Enchanted Cream erbij. Geen goed vis. Dan gebruik ik gewoon een Enchanted Cream. Ja, kan makkelijk. Daar word je ook stevig van. Ik doe ondertussen even al mijn botercremetjes in een spuitzak en daar heb ik op zitten spuitmondje 1M van Wilken. Ja. Dan krijg je gewoon de mooiste rosetjes mee. En het handige trucje, de tip van Annemiek, in een maatbeker, dan heb je je handen vrij om het erin dus te stoppen, te smijten. Ja, of je moet een kind bij de hand hebben die het zakje ophoudt. Dat kan ook. Ja, mijn kind wil wel likken, maar nooit vasthouden. Even kijken, welke smaak is lekkerder botercreme? Met chocoladevulling binnenin? Oh wacht, welke smaak is lekker door botercreme met chocoladevulling binnenin? Je mag goed zeggen. Kersen of zo, vind ik dat wel lekker. Of sinaasappel met chocola, is dat ook ja. Gewoon aardbeien. Chocola. Of chocola, ja. Met chocola. Hazelnoot. Tiramisu. Nou, praliné. Noem het wat. Alles karamel. Ik zou eerst zeggen wat is niet lekker. Nou, wijn. Ja, nou, alles is goed met chocola. Alles is lekker met chocola. Wijn. Ook nog. Wijn is ook lekker met chocola. Ja, maar wijn is lekker met alles. Ja, dat is wel ja. Karin. Oeh, te laat. Wat heb ik gemist? Je hebt alles gemist, Karin. Nee, ja, we gaan straks ook een keertje in de herhaling. Ze heeft... een taartje met botercreme afgesmeerd, strak gesmeerd. We gaan een rosettentaart doen en deze botercreme taart. En nou ja, alle honderden strooisels van Funcakes die ze gebruikt heeft. Kleurstof van Wilton, smaakstof van Funcakes, witte chocolade zit erin. En je gaat nog met de roosjes aan de slag. En deze creme is dus botercreme. Ja, we doen allemaal botercreme. Die mama's die moeten wat spek op bot. Nou, dat vind ik ook. Ja, vind ik ook. Vrouw met een beetje vlees. Ik kan niet knuffelen met een zak botten. Voor mij toch? Vind ik wel. Ja, goed. Iedereen is anders en we houden van iedereen. Oké, nou, wat ik ga mee gaan beginnen, dat is deze. Dat is de makkelijkste. Ja? Ja, dat is niet zo heel ingewikkeld. Wat ik daarvoor heb. Oh, leg neer, leg neer, leg neer. Dus vaders opgelet. Kant en klare marsepeinen roosjes. Echt. Hoe makkelijk wil je het hebben? Kant en klare blaadjes ook. Echt. Helemaal zelf niks voor te doen. Je moet het alleen maar verkopen, dan is het. Dus die je kan natuurlijk ook zelf je roosjes maken als je dat kan. Ja. Nou ja. Die hebben we al in een vorige uitzending gedaan. Ja. Dus als je denkt, nou dat wil ik wel leren, dan moet je gewoon een van de vorige uitzendingen kijken. En staat vandaag een filmpje van op YouTube van de laatste uitzending? Ja. Ja. Van lang geleden. Heel lang. Toen was je nog blond. Ah. Ja, toen was je nog blond. Ja, ik dacht zo niet blond. Ja? Ja. Tot nu. Wat een waarschuwing hoor, dat moet je erop instellen. En Karin, qua smaken. Oh nee, wacht even. Hoe was het aan de smaken? Oh, Sveta. Weet je wat ook lekker is? Passievrucht. Ja. Die vind ik zo lekker. Een beetje zoetjes hier.
Anna zegt hoi. Ja. Impjesfan. Leuk. Nou, dit is dus voor de papa's en voor de kindjes. Hè? Hoef je zelf geen roosjes te maken. Gewoon kant-en-klaar. Appeltje eisen. Nou, ik heb hier dus de botercreme in dezelfde kleur als de buitenkant. Mm-hmm. Heb ik in de zak gedaan met de 1M. Mm-hmm. En dan ga je bovenop doekjes spuiten. Ik heb er hier 8 gedaan. Dat vind ik de verdeling wat mooi. Je kan er natuurlijk ook meer doen. Dat is leuk. Je begint bij eentje. En dan ga je naar de overkant. En dan doe je de volgende. Dat is een zenuwending. Oké. Okay. Ja, dan doe je er hier in het midden van die. Eentje. En dan weer naar de overkant. Overkant. Dus gewoon recht houden, een hoek van 90 graden en spuiten. Ja, zo simpel is het. Dit kan echt iedereen. Check. Ja, toch? Ja. Nou, dan pak je een blaadje. En je roosje. Kijk, je toetje een beetje plat drukken. Oeh. Als je straks klaar bent met die roosjes erop, dan zet je die hele taart zet je weer in de koelkast. Dan wordt de botercreme weer lekker hard. En dan snijdt het ook wat mooier. Dit is ook een super schattig taart op de muur. Ja. Die kan je wel met de dag komen. Dat moet zeker lukken. Ja, toch? Ja. Easy peasy. Ja, kijk nou. Hoe leuk. Ja, schattig. En kan je nog eventueel, ik ga het nu even niet doen, want ik heb niet zo heel veel creme. Die moet je ook nog maken natuurlijk. Ja. Maar een randje langs je taart spuiten met een schelpje of weet ik veel, van diezelfde toefjes wat je leuk vindt. Ja. Er staan ook in theorie nog van die strooseltjes die je hier hebt. En je eigen combinatie maken van verschillende. En dan heel voorzichtig tegen de onderkant weer aandrukken. Dat is ook leuk. Zeker. Alle rode en roze. Ja, die hebben we ook even liggen. Beautiful! Leuk toch? Ja! Nou, dan ga ik deze in de koeling. Even in de koeling zetten. En dan ga ik die andere eruit pakken. Dan gaan we voor de twee. Rosette taart. Kijk, de kast erachter en nog allemaal dingen van de vorige keer. Weet u nog, die mooie beachcake? En de, met het goud, en de bloemen, en de, wat staat het bord net voor? Maar de, ja, nee, ik heb de flamingo's, ik kwam niet het woord. Dat is wel leuk. Leuk, hè? Oké, next. Next. Nou, die wil ik even. Missen. Zo. Ik ga het andersom, hè? Dus nu met licht aan de onderkant. Ja. Ja, even nadenken. Is het handig als je hier komt? Nee. Kan dat? Nee, hè? Nee, ik ga wel gewoon. Ja, maar ik ga hier. En dan moet je via de zijkant beginnen. Aha. Kan dat? Aha. Even mijn spullen maar weghalen. Moet ik altijd achterin hebben. Voor aan. Alles voor de kijkers. Oké. Okay. Nou, wel setjes draaien. Dat zijn de vragen. Of we zelf de taarten opeten of bestellingen zijn. Nee, de meeste taarten die hier gemaakt worden, die zijn voor de collega's. Nou, voor de foto eerst. Eerst voor de foto, dan ga ik de recepten schrijven.
En daarna dan gaan ze de kantine in voor de collega's. Ja, maar die collega's, let wel, die werken in het magazijn, ook een paar op kantoor, maar ook in het magazijn. En die lopen zich dus een gewoon. Ja. Die lopen de sokken uit de schoenen voor al die bestellingen die jullie doen. Dat is natuurlijk super tof, want anders dan waren wij hier gewoon niet. Nee. Zonder jullie. Nee. Laten we wel wezen. Maar die gasten die lopen. Dus die verdienen af en toe wel een taartje. Ja. Nou, dus mag goed dat we maar één keer in de twee weken live gaan dan. Hè? Ja, dan zal ik me niet vertellen wat ik tussendoor van de blokken. Ja. Oké, Rosette. Oké, Rosette. Nou, wat je doet. Oh, Zweten vraagt waarom je niet nog een keer met de boterham eroverheen gaat. Nou, omdat ik hem nu ga bekleden met die rosette. Dus dan zie je. Je ziet het toch niet, nee. En anders wordt het wel een hele dikke. Ja, maar je moet hem dus wel een keertje afsmeren, want anders blijft die rosette niet plakken. Want als je dit dus gewoon op een kale biscuit gaat spuiten, dan vallen ze eraf. Ja. Dus die kans is groter. Ja. Dus dan gaan we niet kloppen. Yes. Okay. Nou, ik zit niet al op nog, dat is niet even. Je kan hem wel iets naar je toe trekken. Ja, nee, maar dat kan wel handig. Ja, zo, die kant op. Ja. Zo beter? Nou ja, maar niet echt fantastisch, maar. Ja. Zoek het uit. Echt, ik vind jij zo lief. Nou, een rosetje. Ja. Het spuitmondje tegen de taart dan. En dan wacht je tot er zeg maar een beetje een sterretje uitkomt. Zoals dit. Dan blijf je knijpen, maar dan ga je om het sterretje heen spuiten. En als je rond bent, stop je. En dan trek je het weg. Ja. Dan zet je het even omheen. Oh, zo. Ja. Ja, check. Ja. Als je naar de andere kant op draait, of kan het niet meer? Ja? Ik ga altijd naar rechts. Ja. Nou ja. Uitdaging. Een uitdaging. De challenge voor Annemiek. Die kunnen we wel elke week doen. De challenge. Maar ik doe het normaal zo, dan gaan we het nu andersom doen. Oké, concentratie. Focus. Please. Dames en heren, ik zeg hartjes voor Annemiek, voor onze fantastische taartdecorateur, creator. Ja, wat is het eigenlijk? Heb je al gezien hoe ik krijg gewoon echt kramp in mijn kuiten, omdat ik zo hou. Oh ja? Ja. Wacht, ik ga even groot laten zien hoe je zit. Ik hang echt gewoon over die tafel heen, alleen maar voor jou, Annemiek. Dankjewel. Ja. Nou, niet voor mij, voor de kijkers. Voor de kijkers thuis. Je krijgt zoveel hartjes nu. Maar dat zie je toch ook in al die programma's, dat ze dan zeg maar in bijzondere omstandigheden het moeten doen. Ja, inderdaad. Eigenlijk moeten we een keer zo'n filmpje maken als we foto's moeten maken. Zijn. Dat is ook wel grappig, ja. Want dan hangen we ook in de meest onmogelijke bochten. Ja. Niet heel charmant. Nee. Kijk, als Zweet even zegt, dus je maakt als het ware een rondje of een E. Ja. Dat is het eigenlijk. En als je een beetje goed mikt. Ja, dat vind ik altijd wel een dingetje. Bij mij is het altijd net dat je denkt, er past net niet één tussen of één hele grote, maar dan ziet het er niet meer uit. Kun je daar nog wat aan doen? Ja, zo makkelijk is het. Het is makkelijk met wel te kunnen. Haal je alles eraf? Nee, gewoon die ene, die lelijke. Ja, oké, maar qua meten. Nee, dat is gewoon... Je hebt toch van wel zo'n meetding? Die je zo op je taart kan doen en dan kan je zo... Ja, die is er, die bestaat. Ja, ik zie je hoofd echt zo van... Geen idee. Ik ga het opzoeken. Ik zet hem er straks bij. Ik weet het zeker. Ook voor Royal Icing is dat ook. Ik ben echt blanco. Zo'n ding met van die puntjes erin. En die kan je dan in je taart met botercrème steken. Wacht, mijn gezicht is priceless. En dan zeg maar dan weet je precies de verdeling. Uh-huh. Ja. Nee? Nou, goed verhaal. Nee? Ik weet het nog niet. Als ik het zie, waarschijnlijk wel. Jullie wil hem graag voor haar dochter. Of je eentje zo'n taart kan maken voor haar dochter. Nou, ik zeg, Judy, koop spulletjes en ga lekker samen met je dochter aan de slag. Hoe leuk is dat?
Ik heb wel een kinderwacht. Dat doe je dus niet recht boven, maar net in de... Dat zit in die andere, dus zeg maar dat pas gewijs, zeg maar. Ja, zo, nou, en nu. En donkerroos. Een cake marker. Henny, jij gaat door voor de ronde. Heb je dat ding zo? Van de koelkast, ja. Anna zegt ook, die begrijpt ook wat ik bedoelde. Ja, met het centimeter meeting, zegt ze. En dan komt Henny met de cake marker. Nou, dat weet je toch wel. Als ik hem zie, denk ik wel. Maar ik kan het nu even gewoon niet voor de geest halen hoe het ding eruit ziet. Sorry, Annie. Nou, de cake marker. Dat is hem. Mensen zoals ik, die hebben dat nodig. Mensen zoals jij gaan dan altijd... Oh, nou komt precies goed uit. Ervaring ook, hè, natuurlijk. Ja, dat is een jarenlange ervaring. Ik kan toch ook tellen. Als ik nu kijk hoe groot ze zijn. En dat is een taart van 20 centimeter. Kan ook gewoon echt gewoon meten is weten. Dat sowieso. Nou, kijk, ik over meten is weten. Ja. Zit ik hier niet helemaal lekker, zie je? Oh ja. Dus? Dat gebeurt mij ook gewoon. Toen... Nou, dat heb ik hier ook tussen gedaan. Wacht even. Ik weet niet of je het kan zien. Overal waar ik niet, waar, of waar je een gaatje ziet of wat dan ook, dat doe je gewoon. Oh, heb je bloemetjes. Nou, een bloemetje ertussen. Gewoon, dat is met zelf een spuitmondje. En dan spuit je gewoon kleine toefjes ertussen. En die doe je dan uiteindelijk. Met een pareltje. Met een pareltje erin. Oh. Hier is het gewoon net op de hoort. Niemand die weet het daar. Een gaatje zit waar zo'n boterkrim zat. Henny zegt koelkast. Oké, Henny, de ronde van de koelkast. Tada! Nee hoor, grapje. Nou, en dan moet de bovenkant natuurlijk ook nog. Dat is ook altijd zo'n dingetje. Het randje gaat altijd goed en dan zodra je binnen moet, dan op een manier kom je er nooit echt lekker uit. Nee. Maar dan doe je dan gewoon weer zo'n dingetje, dan kun je zo'n bloemetje. Niemand die het ziet. Nee. Het lijkt alsof die donkerste kleiner is. Ja, ietsjes, omdat er iets minder ruimte is. Als je bijvoorbeeld naar deze kijkt, dan naar deze taart, die is hoger. Zie je? Dus als je, ja, maar nogmaals, met die handige cake marker, waarvan Annelie geen flauw idee heeft wat het is, kun je dus ook gewoon zorgen dat je drie gelijke lagen hebt. Maar ja, ik vind het ook wel weer leuk inderdaad om van die bloemetjes ertussen te doen. Met van die, ja, dat heb ik ook wel wat, toch? Pareltjes erin. Ja. Azee. Wat is het blad? Nou, maar even een paar. Een paar toefjes ertussen. Ja, de volgende maar bij. Heb je genoeg? Nou, we zien gewoon een ander toefje ertussen. Ja. Nou. Papa kan de papa en kind kunnen de was doen. Ja, toch? Ja. Nou, dan ga je, waar je dus de kleine toekjes op gesproken, doe je gewoon leuk een pareltje tussen. Wel even kijken met het eten opzichtig. Ze zijn best wel lastig. Dit zijn de harde parels. Maar we hebben ook zachte parels. We hebben ook zachte. Ja, je hoeft natuurlijk niet deze te gebruiken. Je kan natuurlijk van alles gebruiken. Dit zijn zachte parels. Dus dat is wel, Dit zijn soft sugar pearls.
Ja, die zijn wel zachter dan die kleintjes. Ja. Dat is een ding wel zeker. Ja, maar hier breek je niet kiezen. Je moet wel in het dak knabbelen. Dit is van het gekochte rijst en zo, hè? Ja. Nou. Ik vind het echt super leuk. Ik ook. Ik vind ze allebei leuk. Ja. Ik zeg moederdag. 13 mei, moederdag. Mooie dag. Zonnetje zijn er nog wat schijnen. Ja. Nou, ja. Die andere taart, zeggen ze, die vind ik mooier qua kleur. Nou, mag jij even uitleggen waarom die andere anders is van kleur? Ik weet het namelijk. Nou, vertel het eens. Vertel het eens. Nou, deze taart is namelijk gemaakt met royal icing. En royal icing, dat is zo'n soort van suikerpasta. Dus dat wordt, dus maakt het dus eiwitpoeder met heel veel suikerbakkerspoeder en een heel klein beetje water. Mm-hmm. En dat wordt een hele stevige pasta. Het is spierwit ook. En als je natuurlijk daar een kleurtje aan toevoegt, dan wordt dat lichter van kleur. De botercrème is een beetje gelig gevoeld door de boter. Dus alles wat je daarmee kleurt met botercrème, wordt een tintje donkerder als dat je het door spierwit kleurt. Dat is het eigenlijk. Ja, maar die kun je dus niet eten, hè? Nee. Maar als je bijvoorbeeld het wel in die kleuren wil, dan kun je dus enchanted cream gebruiken. Kan, ja zeker. En je kan ook de Amerikaanse buttercream icing maken. Oh, van Wilton, ja. Die is ook echt heel erg lekker. Ja, die hebben ook in een eerdere aflevering. Ja, zeker. Ja. In een eerdere aflevering. En die is ook spierwit en dan krijg je dus ook deze kleuren. Maar dit komt dus door de botercreme, omdat dat wat geler is. Ja, dat kleurt gewoon even anders op. Ja. Dat is het eigenlijk. Oké. Nou, ik denk dat jouw moeder heel blij is nu met je. Ze gaan in de vriezer. Voor 13 mei. Zou dat kunnen? Ja, zeker. Voor 13 mei? Ja hoor, je kan hem vanmiddag maken en dan gewoon lekker in de vriezer. En dan doe je hem in een doos. Mm-hmm. En dan, als je hem laat ontdooien, laat je hem in de doos, in de koelkast ontdooien. Nou, okay. Dat is een dag van tevoren al in bruik. En dan... En daarna gewoon snijden. Er gebeurt niks met de botercrème. Het blijft gewoon mooi. Ja, top. Simpel, toch? Ja, we gaan nog even door met de paars. Ja, we gaan het vanuit een warme rond. Dus een beetje opsmoekelen. Ja hoor. Oké. Helemaal leuk. Sonja heeft net ingelogd. Sorry Sonja, wij gaan uitloggen. We zijn klaar. Maar je kunt het gewoon lekker terugkijken. Een mooie rosettentaart. Dit is een rosettentaart dummy. Wat zal ik die andere even bijpakken? Ja, en deze is ook een dummy. Botercrème, nu deze botercrème is van Funcakes. De Funcakes botercrème. Die moet je zelf aanmaken. Super lekker. En die ook. Met de roosjes. Nou, ik zeg wat een beauties. Ja, leuk toch? Ja. Ja, als je geen punten mee scoort bij mama, dan weet ik het ook niet meer. Dan weet ik het niet meer. Nee. Nou, ik zeg tot over 2 weken. Ja, dat zeg ik ook. En we gaan nog even nadenken over 2 weken. We gaan ongetwijfeld heel wat leuks doen. Ja, zeker weten. Vast wel. Dus nou, laat een reactie achter hieronder. Doe je zo, doe je zo. Laat hieronder een reactie achter. Als je het leuk vindt, als je voorstellen hebt, als je zegt, nou, ik wil dat een keer zien, of dat een keer zien. We horen het graag. Ja, ben nog maar aan de mensen. En we zien jullie over 2 weken weer terug. Doeg! Nou. Oh, was je in de klas?